Oké, nog meer? Ja, ik ga wel daaronder kijken. Nog meer, Lex. Er liggen nog een stuk of 500. Ja. Kijk, nog meer. Nog meer. Ja hoor, daar komen ze. Kijk nou. Oh, gadver. Eentje is kapot. Oh jongens, ik vind het zo eng dit. Kijk nou eens. Het... Ja, ik ruik het gelukkig niet. Nou zijn een paar goed geknapt, kan ik je vertellen. Oh, bol. Dit Oh, je straat is Is het zo erg? Soms komt er een walm. Lex ruikt gewoon niks aan. Ja, er kwam even een walmpje uit, hé. Oh, man. Sorry. Oh, godverdomme. Hebben we geen gasmaskers of zo? Dit is hardcore. Shit. Die kwam even goed uit, of niet? Zo. Goddomme. Oh, baba. Ja, ik denk dat ik ze toch met mijn hand moet pakken. Wil doe je ding? Ja, ik, hoe moet ik het anders doen? Joh, eet ze op, maakt mij het uit. En ik zie Lies er ook zo heel chill bij staan. Kijk dat hij in zich knapt, Lex. Ja. Okay. Ik ga vast een gat graven aan de andere kant. Dree, kan jij kijken of er nog meer liggen? Uh-huh. Kijk, dat is een voordeel als je niks ruikt, inderdaad. Nou, ik ruik heel slecht, maar dit rook weer heel goed. Kan je nagaan, dan ruik ik, volgens mij ga ik nooit meer ruiken. Ja, anders komt nu wat door die eieren. Baba. Oké, deze moet er ook in. Oh, wat nasty, hè? Er ligt nog heel veel. Ja? Natuurlijk. Moet ik weer in dezelfde positie gaan? Ja? Ja, verder naar voren. Naar voren. Naar voren. Naar voren. Oh shit, wacht. Moet je meer graven misschien? Naar voren. Naar voren. Ja, ik kom niet verder. Maar lig je op de grond? Verder. Ja, kom niet verder. Kom niet verder. Jawel. Nee, echt niet. Het hele... Dan moeten we dat gat groter maken. Nou, ik zou je vertellen, je komt niet, want het zit hier ook vast. Nee, het zit daar niet vast. Je kan gewoon verder. Je moet iets omhoog. Dat gat moet groter. Want je maakt nu een knik. Oh, godverdamme. Ja. Ik zet het dus weg dan. Hey. Ja, het is te erg dit, hoor ik al. Er zitten zoveel. Hey, er gaan toch geen kippen nu hieronder, hè? Jawel. Kan je nog zien hoeveel ze zijn? Er zijn sowieso 100, 150 eieren. Ja, ik denk misschien wel meer. Ja, maar sowieso, minstens. Okay. Echt fucking nasty. Ja, erg hè? Ik kwam net een walm. Staat het erop? Ja. Er is er al één ontploft. Zo, pong. Dat is explosiegevaar, Milena. Ik ga er even op tikken. Ivy. Toen gebeurde er niks. André.
Kijk, weet je wat het is? Ik kan niet verder, omdat... Maar Lex, het is maar goed dat jij niet kan ruiken. Ja, ik hoor het. Ja, verder. Ja, ik kom niet verder. Kom maar, hoor. Ja, maar je moet een beetje draaien dan, met die stok. Ja, ja. Naar beneden. Oh, jee. Je stok naar beneden en verder duwen. Heb je geen deo, Lex? Ik ruik niks, hoor. Nou. Verder, naar voren. Ja, juist. Verder naar beneden. Ja, je hebt er weer een paar. Ja hoor, twee. Oh. Het ding is heel geniepig, niet. Bang. Als een pleurtje ook zo op de grond, hè? Ja, moet ik anders doen. En nu? Ja, hetzelfde weer, meid. Er liggen nog een stuk op 100. Even kijken, dit kan niet strak, hè? Oh! Wat? Oh, ik ruik ineens wat. Dat zijn opeens hele gemene vlagen. Dit was in het atelier ook zo. Af en toe kregen ze zo'n vlaag. En... Oké. Ja, verder. Je eet toch geen blad, lieve schat? Verder naar voren. Takitaki rumba. Licht, is dit een dode muis of zo? Wat is dit allemaal voor haar iets? Die veertjes? Ja, ik weet het. Komt omdat ze daar een nestje hebben gemaakt. Ik kan niet verder. Oké, dan moet het gat groter. Nou, maar kijk, Brennan, moet je wel voelen. Kijk, als je dit doet, dus het maakt niet uit. Het gat hoeft ook niet groter te worden. Kijk maar, ik kan niet verder. Dan zit je bij een balk. Ja. Ze dus komen erbij. Maar dan moet je gewoon met je arm verder naar binnen, Lex. Ik heb het idee dat je nog heel ver naar buiten. Je snapt me niet, Ray. Van naar buiten, kom maar kijken. Kom maar, je snapt me niet. Jawel, hier. Dit kijk, hier. Dan. Je komt niet verder. Ja, kijk hoe ver je van het huis af bent. Ja, maar kijk, je komt niet verder. Ja, maar je moet verder, je moet dichterbij. Daarvoor heb je deze meegenomen, toch? Je komt niet verder, echt niet. Je komt tegen hout aan. Echt, geloof me. Hier, Brennan zit er al in. Let's go deep. Dieper. Oh, die kip is gewoon het ei aan het opeten. Godverdamme. Hey, visserik, ga even weg, Ingrid! Check it! Ja, wow! Er ligt ook een balk nu bij. Ja. Ah. Oh, wat heb ik... Hij ruikt het zoals een stinkbom, of niet? Erger. Ja. 100 keer erger. Je hoort hem gewoon knappen. Oh, jongens. Kijk, daarom kwam ik er niet tussen, denk ik. Door die balk, die moet even weg. Vond ik zo wel zuur. Oh, jezus. Oh. Vlok. Je hoort er gewoon knappen. Aan jouw vader. Oh, bah. Ik durf het niet met mijn hand te pakken. Hoezo niet? Ja, nou. Ik heb mijn handschoen aan. Ja, maar straks snapt hij mijn hand. Dan schrijf je die vuilniszak dichterbij. Doe zo. Is dat goed voor je longen? Nee, heel slecht voor je longen. Oh, top. Sorry, ik ben alleen hier om sensatie. Ik ga niet helpen. Ik heb geen handschoenen aan. Ik heb... Oh. Ja. Ik denk dat je beter kapot kan, dat je beter kapot kan maken dan... Dat is wel vrij. Ja, oké, dat is waar. Oké. Maar ja, Lex, je ruikt niks. Ik zou je vertellen, we hebben daar ook nog... wat is dat, een dode muis? We hebben daar ook nog een hoek. Ja, die andere hoek, die moet ook bijgegraven. Ja, maar alleen daar zit en in die andere hoek. Dat wil ik wel doen. Ik ga daar wel even een stukje graven. Want daar moet sowieso nog een stuk onderdoor gegraven. Maar kan iemand nog even kijken? Ja, hoor. Ik kijk, kijk jij even, Skate? Oké, ik ga hier wel graven, pakken. Ja? Welke bal? Ja. Moet sowieso ook nog een heel stuk. Ja, en hiervoor... Hoe dan? Kun je wat naar voren doen? Voor dit los. Oh, wat stinkt het hier. Nee. Als je hand eronder hebt, dan kan je hem zo pakken. Ja, hier kom ik tegenaan steeds. Waarom ligt dit hieronder dan? Oh, jezus, wat een putlucht! Nou, dood ei. Nou, ik heb wel eens zo'n spelletje gedaan. Met... Naar rechts. Ja, naar beneden, naar je toe halen.
veel. Wat... Oh jee. Oké. Okay. Oh, bam. Ah, deze is al kapot. Ah, dit is al vies, jongens. Ah, oh, god. Help. Hoi, graag. Hé, als je dat ding naar me gooit, lijkt ze even ruzie. Nee, man, tuurlijk ben je niet goed voor jou. Oh, hij is kapot, Ees. Oh, ik vind het zo vies dit, jongens. Oh, fuck. Oké, Bran. We kijken of we er meer bij in liggen. Ja. Ik voel me helemaal weeg weer. Ja, oké. Okay. Ik kan hier heel slecht tegen. Ja. Oh. Oké, ja? Oh, Jezus. Ik moet ook echt mijn haar vast... Nu meer naar links, denk ik. Denk ik, ja? Maar heb ik al wat... No. Nee. Ik ga even kijken. Oh. Zo heftig, ja? Dan is mijn reukorgaan echt naar de kloten. Dit rank ik ook goed, hoor. Hè? Huh? Dit rank ik ook heel goed. Maar dat is toch erg? Dat bij mij gewoon echt helemaal weg is, even serieus? Ja, gewoon iemand naar de dokter. Dat checken. Ja, dat wel, als het allemaal klapt. Of maar Dreef, vind je niet erg dat ik gewoon echt niks ruik? Dat is toch eigenlijk heel erg? Nou, op dit moment zou ik... Ja, maar dat begrijp ik, maar... Godverdomme, wat een lucht. Maar je pakt hier een kapot stukje mee. Baba. Ik heb wel een vieze smaak in mijn mond, dat wel. Nou, reken maar dat het van die ijs. Lekker, hè? Maar ik ben aan het slapen. Wacht even. Oh. Je had je er twee. Nee, eentje. Oh. Oh. Oh, het is echt niet te hard. Oh, jongens. Sorry, Andrea. Ja, sorry, Luus. Ja, gewoon hetzelfde doen, man. Zoals mijn ogen beginnen pijn te doen. Gewoon hetzelfde. Moeten we naar links? Ja, ga erin. Verder. Oh, verder. Naar links. Naar links. Ja, naar beneden. Scoopen. Ja hoor. Oh, nog een keer naar voren. Oh, is maar eentje. Ja, we gingen niet helemaal goed. Nog een keer, Bram. Nee, je weet hoe het moet. Nou ja. Godverdomme. Oh, hij klapte gewoon dat ik hem ging verschuiven. Dat was echt grappig. Och, mensen, wat een ellende dit. Oh, wat een lucht. Dat was echt heel grappig. Was het grappig, ja? Ja, het zag er heel grappig uit. Och. Chicken, why do you want to kill us, man? Maar liggen er nog echt over zoveel? Ja, heel veel, meid. Oh, kijk hier, ja. Kijk, Ingrid ook trots bij staan. Ja, dit zijn mijn eitjes. Oké, okay, nu. Ja, sla hem voor kapot. Oh. Het zag gewoon groen, jongen. Echt? Ja, ik zag het niet. Ik was te druk bezig met Hiss en Jens. Oh, jongens. Spat even zijn eitje. Nee, dan ga je nog graven. Ja. Gewoon het idee, hoor. Word spontaan vegan. Oh, je zou maar eens een eitje scheppen in één keer, hè? Ja, scoop hem. Naar beneden, naar rechts.
Ja, naar rechts. Ja, scoopen. Naar links, naar links, naar links. Naar links. Naar links? Ja. Nu? Naar voren. Ja, naar rechts. Naar links, sorry. Nog een keer naar links. Chicken. Poepen. Why do you want to kill us, man? We geven je voer. Bad chicken. Heb je wat? Ja. Mag ik een scoop? Ik heb het idee dat ik weet waar ze liggen, gewoon. Ja, mag even hoor. Brem, je hebt het. I know. Nu naar links. Ik heb er al een paar gepakt. Zo, kun je het naar links duwen? Naar die gat? Daar ben ik al mee bezig. Oh, sorry schatje. Excuseer. Ik ga van binnen dood door de zwavel. Excuses. Hey. Je moet ook een lange tak hebben of zo. En hoe werd dit? Ik heb echt hoofdpijn. Oké, heel veel verder kom ik niet. Hij is er net te kort. Een gay voetbalveld. Een gay corner. Nice. Poep, ze dikke mee. Zal die hark niet wat langer zijn? Ja, ik krijg hem helemaal niet mee. Hè? Huh? Ik weet wel één ding is zeker. Als je dit opeet, ja, ga je dood. Dan ben je mors en mors dood. Dan kan je lichaam niet verteren, man. Shit. Ligt er nog veel, ja? Echt veel. Moeten we dat gaan doen dan? Want aan die kant kom je echt niet binnen. Daar heb ik alles al ge... Huisje pillen. Hé, hey, kom op. Lopen. Ligt nog veel, hè? Net te kort. Er ligt nog heel veel, hè? Oh. Ik kom er net niet bij. Maar liggen ze meer aan die kant? Weet je ongeveer waar? Ja, echt. Als we dit allemaal zouden weghalen. Tja. Als je voor je huis gaat graven, dan kom je er heel veel tegen. Of je erbij komt, dat is het tweede, ja. Voor mij is dat helemaal dichtgezet. Al die vliegen erop afkomen. Wauw. Ik dacht dat het atelier heftig was. Dus het was niks. Heb je dat huis, dat inloopkast gezien? Heb je die gezien? Ja. Met jou toch gisteren, schat? Oh ja. Mijn maag stuur gewoon branden. Ik voel me een beetje duizelig. Ik ook. Nee, maar echt gewoon. Kijk eens naar rechts. Ja, wacht even, daar ligt die boomstam ook gek van. Hier naartoe? Naar rechts? Deze kant. Nee, links, sorry. Naar links hier? Ja.
Naar achter, naar jou toe, terug. Links, links, links. Ja. Terug, naar jou. Ja. Naar links. Nee, naar rechts bedoel ik. Ja, scoopen. Als goed heb ik 2 eieren. Ja. Oké. Ja, er liggen er nog echt heel veel. Nou, ik ruik het toch niet hoor. Eerst opladen. Ja, nog meer? Heel veel. Kijk nou, ze eten het gewoon op. Maar deze eieren lijken nog niet zo heel erg lang. Die zijn gewoon een geel. Ik weet wel dat ik busy ben. Maar kijk, als je 2 maanden hier zou ik nog 2 maanden eronder kunnen liggen om deze eieren. Ik zou het niet doen. Jij, Bren? Laten liggen. Ja? Ja, gewoon laten liggen. Het zijn nou echt nog heel veel. Oh, die beesten zijn niet goed, hè. Ik loop nog tevreden ook. Ik ga nog een keer kijken. Kun jij... Oké, verder. 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 Naar links. Oh, sorry, naar rechts. Naar rechts, naar rechts. Scoopen. Heb je iets? Chicken, eentje. Oké, terug. Lopen, hop. Hop. Lopen. Ah! Oké, gaan we weer. Lopen, 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 lopen. Koos, lopen, lopen. Nee, lopen. Koos. Kauw, wat gebeurde er? Nee, niet eten. Niet eten, het is helemaal geel. Helemaal groen. Oh, jongens. Is die groen? Ja. Ja, ik weet niet of ze daar dood of stinkt dit? Ik ruik nog niks, maar de wind staat de goede kant op, denk ik. Die beesten zijn niet goed, jongen. Gaan jullie even weg? Wegwezen. Nou, dit moet ik er zo meteen maar even... Pak dat dingetje. Oeh, Kim. Kwam dat uit het ei? Ja. Ben je nu een vuilniszak, Lex? Ja, daar. Oh, hier heb ik er anders ook nog één. Goh, wat is dit? Echt het ranzigste werk wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Maar echt. Stil eens! Ze luistert wel naar je, hè? Oké, door. De vliegen komen van het net af. Oké. Ja? Naar links. Scoopen. Ja. Ja, wacht. Oh, hij ligt vlak voor het gat nu. Naar links, ja. Je hebt er één, toch? Ja. Even kijken, ik zie bijna niks.
Jongens, dat kan niet meer. Oh, wat stinkt het hier onder. Hey. Voel me gewoon dizzy in mijn hoofd, hé. Hey. Voel. Even wat drinken. Heel goed idee. Lex, even wat drinken. Nee. Ja, ik denk dat er nog een stuk of 30, 40 nog liggen. Jezus. En dan voornamelijk aan jouw kant. Aan mijn kant? Ja. Ah, dan moeten ze dus echt wel weg.